en de rest zijn het allemaal Nederlanders. Of Nederlandse. Hm? Hollanders, dat durf ik niet zeggen. Hè. Dat durf ik niet zeggen. Oké, aan de start denken. De kleinste meiden, 7 en 8 jaar. En daar vinden we vanuit de wijrijders vanuit Nederland, Laura Vaassen. Vanuit België, Emma Skerry. Vanuit België, Merel van Gastel. Vanuit het Nederlands Apeldoorn, Tatum Geurts. Vanuit het Nederlands Apeldoorn terug, Kim van Laar. Van de Woepers in Nederland, Lissie van Schijndel. En last but not least, from Belgium, Massenhove, Roxanne de Kegel. Riders, ready for the gate. En wie komt er hier als eerste uit? Het is een snelle Nederlandse naam met die nummer 132, Lissie van Schijndel van de Woepers. Die daar de strijd aan gaat met een Nederlander, met een Belgische. En dat is Roxanne de Kegel. Roxanne de Kegel aan de buitenzijde met de W6-nummer. Nummer 6 van de wereld hier op 1. Op 2 zien we daar Lissie van Schijndel. En dan gaan we kijken, die 135 op die derde plaats. Die 105, dat is Laura Vaassen van de Wijrijders. Eveneens Nederland. Maar daarvooraan is er een strijd losgebarsten tussen een Belgische en een Nederlandse dame. En in deze Three Nations Cup is het heel belangrijk natuurlijk om punten te pakken voor je eigen natie of je eigen land, zal ik maar zeggen. Hier op één is het nog altijd Roxanne de Kegel die daar gevolgd wordt door Lissie van Schijndel. Van Schijndel aan de binnenzijde, daar laatste rechte stuk. En daar komt nog een strijd, daar komt nog een strijd. Het is een Nederlandse, en is het de Belgische? Is het de Nederlandse of de Belgische? En er wordt nog een spurtje uitgeperst naar de finish. La 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 la. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken. Thank you.